en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is mijn auto en die is veel te vies. Dus ik ga hem naar de car wash brengen. Alleen één nadeel van wat er gebeurt als je auto vies is. Blijkbaar gaan dan mensen op je auto schrijven. En alsjeblieft doe dat niet bij mijn auto. Kijk, hier is gewoon echt een streep gemaakt van deze kant helemaal naar deze kant. En serieus, er heeft ook iemand daar beneden, ik zal het verder niet laten zien, maar er heeft ook iemand zelfs zijn Instagram neergezet. Met de hand geschreven. Alsjeblieft, doe dat niet mensen, want dat zorgt echt voor krassen. Want als de auto vies is, betekent dat ook zand en zand maakt krassen. In ieder geval, ik ga hem hier naar de car wash brengen. En bekijk hem eventjes goed, want straks blinkt hij weer als een malle. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met al het vuurwerk wat is afgestoken, dat hij zo vies is. Maar ja, we gaan hem eventjes inleveren en dan straks ook deze gele remklauwen worden we helemaal mooi schoon. En wat is ons vervoermiddel dan? Nou, dat ligt hier achterin. Gaan we even openmaken. Ta-da-da-da! De elektrische boards. Hoppakee, daar gaan we! Woehoe! Ja, we hebben een probleem. Oh, we hebben een probleem. Ah, oh, shit! Ja, het was ook een beetje een gokje dat we dit gingen doen. We proberen bij het centrum van Zeist te komen. We hebben de opladers in de tas zitten. Maar ja, hij is leeg. Ja. Hij geeft rood aan. Piep, 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 piep. Dan moeten we nu snel, want anders is deze ook leeg. Ja, nu moet ik je aan jou vasthouden. Ja, dus jij gaat op die staan en dan hou ik jou vast. Oké, dan ga ik nu verder op de accu van Mywin. Maar ik ben bang dat die het straks ook begeeft. En dan zijn we helemaal de sjaak, want die borden zijn best wel zwaar. Maar goed, tot nu toe gaat het goed. Ja, ja. A few moments later. Oké, we hebben nog een probleem. Ah, shit. Nou, we hebben wel heel erg veel meters weer gemaakt. En je kan het centrum daar zien. Dus ja, nu moeten we de rest allemaal lopen. En het zorgt echt voor veel viesheid, hè. Mijn hele broek. En jouw schoenen. Nee. Ja. Jouw schoenen. Oh my god. Ik moet het schoonmaken. Oh. Maar vorige keer toen we dit hadden, toen deden we hem uit en weer aan. En toen konden we nog een stukje. Dus laten we het proberen. Ik hoop dat dat werkt deze keer. Ja, kom. Samen. Doet hij het weer? Ja. Oh, hij doet het weer. What? Ik wist dat nog. Oh mijn god. Maar tot hoever? Ja. Oh mijn god. Ik weet niet hoe, maar we hebben het gewoon serieus nog gered ook mensen. Kijk, deze laatste meters die loop ik wel, dat maakt niet uit. Maar we hebben het gewoon gered. En nu kunnen we het opladen. Oh yes. En we kunnen ontbijten nu, dat ook. Nou, daar zitten we dan. Lekker warm binnen met een kokos cappuccino. En er kwam net een vrouw binnen en die heeft super lief een cadeautje aan mij gegeven. En die wenste mij beste wensen. En het is een 3D houten puzzel. Nou, die proberen wij nu in elkaar te zetten. Het ziet er ongelooflijk moeilijk uit. Maar als die eenmaal af is, ze zei ook nog erbij. Het is geen dikke chandeer, maar het is wel een trekker. Dit is al een voorkantje, heb ik al in elkaar gemaakt. Ziet er netjes uit. En dit is de rest van de onderdelen die we nog allemaal eruit moeten klikken. En ik ben heel erg benieuwd of wij hem helemaal in elkaar krijgen. Hoezo? Myron is van overtuigd, maar fijn. Ik ben nooit zo goed in dit soort dingetjes. Maar ik ga mijn best doen. Kijk eens aan, dames en heren. Compleet. Dit is hoe die op het boekje staat. Hij is misschien niet zo groot, maar we hebben het wel gefixt. Dat was best wel moeilijk, hè? Ja, ik vond het wel meevallen. Oh. Ik vond het wel meevallen. Ja, omdat je mijn instructies kreeg. Ja. Ja. We hebben hem samen mooi in elkaar gezet. Dat was een leuke oefening dit. Ik heb eventjes teruggekeken en we zijn er 9 minuten mee bezig geweest. Oh, dat valt wel mee. Ja, dat vind ik ook wel meevallen. Alleen is één dingetje hout afgebroken. Dat is best wel fragiel. Maar ik vind hem wel heel mooi geworden. Hij heeft één koplamp gewoon. Ja. Helemaal perfect, maar gewoon goed. Hoe noemen we hem? Hij is wel echt heel klein, hè? Ja, ik had verwacht dat het een grote trekker zou zijn. Maar hij is echt heel klein. Hoe noemen we hem?
Tenminste, zo houden ze hem beter. Kijk. We laten de tractor hier staan. Dus voor iemand die hem wil hebben en weten waar we hebben gezeten, je kan hem hier pakken en ophalen. Oké, dames en heren, we gaan de auto weer ophalen. Beide boards zijn we helemaal opgeladen. Super chill. Dus we gaan weer even een klein stukje toeren. Lekkere oliebollen. Helemaal allemaal. Oliebollen. Daar zijn we weer, dames en heren. Bij de car wash. En is de auto mooi schoon? Wow, shiny, shiny. Holy moly. Oh, het ruikt hier weer naar bloemetjes. Zo lekker. Net zoals mijn scheetjes. Nee. Het tegenovergestelde van mijn scheetjes. Ja, maar dit is echt nice om weer in zo'n heerlijke, frisse, schone auto te stappen. En de buitenkant zag er gewoon uit alsof die zwart was, de auto. Maar de auto is grijs, dus dit is nice. Is nog steeds lekker. Het is niet normaal. Dit koude weer buiten zorgt er wel voor, volgens mij, dat mijn auto nog meer kabaal maakt. En rook komt er dan uit. En rook, het ziet er ook heel kick uit. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik heb een opname gedaan hier in de studio en die opname is echt geniaal geworden. En misschien hebben jullie hem al gezien. Het is een extra video op mijn vlogkanaal. Omdat er zo ongelooflijk veel mensen zijn die gebruik maken van de Pokémon filter. En die proberen om net als ik zo vaak mogelijk Pikachu te krijgen. Heb ik besloten om daar gewoon een video van op te nemen. En dat heb ik net hier gedaan. En nogmaals, hij is super geniaal geworden. Check hem in de beschrijving. En misschien maak ik ook nog een deel 2 als hij super goed bevalt. Maar goed, ik ben nu alles aan het afsluiten. Ik ga er namelijk vandoor. En ik sta nu in de pop-up store Groningen. En vandaag is de ene laatste dag dat de winkel hier geopend is. Alleen, nu moet ik wel zeggen dat dit nu op dit moment na sluitingstijd is. En dat komt omdat er nu een mini disco is en een meet and greet. Dus er staan nu, als het goed is, daar voor de deur 30 mensen waarmee ik een meet and greet ga hebben. En ik heb zo'n gevoel dat er straks iemand gaat zijn die tegen mij zegt flipjack. En dan wil ik natuurlijk wel voorbereid zijn, want gisteren probeerde ik een backflip te doen en dat ging niet helemaal lekker in mijn woonkamer. Dus ik wil nu alvast een beetje strekken en opwarmen en hem in ieder geval 1 keer gedaan hebben. En we hebben hier een DJ booth, dus er worden ook een paar mooie, heb je nodig bij een disco natuurlijk. Dus Myron, als jij me even wil filmen, dan ga ik proberen om een backflip te doen. Ja, ga eerst eventjes zo een beetje strekken. Hoe? Zo. Moet de heupjes los voor het dansen van straks. Ja, zo. En de scheenbeen ook, hè? Want je hebt last van je scheenbeen, toch? Nu rondjes draaien. Ja. Dat is echt weer warm, hè, oefeningen. Met jazz. En nu zo. Dit is geen warm. Merk je. Oh ja, wat was dat? Je enkel? Je enkel? Je enkelbot? Ja, ik weet niet. Achterste enkel. Even een paar keer springen. Ja, ik denk niet eens dat je het op camera hoort. Nee, door de muziek. Hij liet elke keer, toen hij sprong, liet hij een dikke scheet. Ik kan hem niet. Jij gaat echt bijna met je gezicht op de grond, hoor. Ja, hè? Ik kan hem niet. Waarom lukt je dit niet? Ja, maar als ik dan in een trampolinepark ben, dan doe ik hem in 1 keer. En ook gewoon op de vloer, dus hij moet hier ook gewoon lukken. Ja. Oké. Je moet veel meer omhoog en veel meer strekken. Ik ben niet een expert, maar dat zie ik. Je bent te laag. Je doet hem te laag. Je moet echt eerst omhoog en dan... Ja, en dan... Ik dacht even dat je het ging doen. Oké, even 3 keer heel hoog omhoog springen nu. Heel hoog.
1. Nog een keer. Ja, zo moet hij. 2. En nog 1. 3. Nu? Nu? Ga je hem pakken. Nu doe je hem. Nu ga je hem landen. Oké. Okay. Ja? Moet je nog even wat pep van mij? Moet ik even oppeppen met schreeuwen? Oh, ik denk al pep. Nou, oppeppen. Oh, oppeppen. Oké, daar komt ie. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Dit is mijn oppepper. Kom op Enzo, je kan het, je kan het, je kan het. Klein maken. Explosief, klein maken. Kom op. Ja! Dat is wel beter. Veel beter al. Nou, ja, ik vind dat deze wel tellen, want je komt nu wel recht op je voeten. Ja, klopt. Alleen doe automatisme doe ik nog. Zo, ja, klopt. Hoppa! Dat was hem, zonder handen. Handen, lekker. Hoppakee, jij bent warm. Okay, jij stilt straks de show bij de mini-disco. Oh, ik stil de show bij de mini-disco. Ik heb besloten dat ik toch liever even Minecraft ga. Oké, doei! Ik wist het gewoon, ik wist het. Ik denk dat we nog geen 10 mensen verder zijn of het woord is gegooid. Nou, nog één keertje, want ik moet hem eigenlijk wel in 5 seconden doen. Wat zei je? Oké, nou daar gaat hij hoor. 5, 4, 3, 2, 1. Lekker man. Oh, pizza, 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 pizza. Oh, lekker. Wat zit erin? Wat voor pizza? Hawaii. Hoe wist je dat? Jij moet Hawaii. Oh, Hawaii. Pizza Hawaii is mijn favoriet. Wat heb jij? Salami. Salami met tomaten. Lekker uit je mond stinken. Oh. Lekker hoor. Nou, hier gaan we wel even van genieten. Mm. Ja, dat is goed. Nou, gaan we tussendoor lekker pizza eten. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ja, ik kan de Macarena niet, dus ja. A few moments later. Tof dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik zou zeggen, dans lekker door. De disco gaat lekker door. Ik ga er dan wel vandoor. Maar hopelijk hebben jullie het dus allemaal naar je zin gehad. Zoals ik al zei, morgen is de allerlaatste dag dat de pop-up store open is. En vanavond was zeg maar de afsluiting ervan alvast. Het was echt geniaal. Iedereen ging uit zijn dak. Geniale muziek, lekker gek doen. En heel erg bedankt voor de mensen die naar de pop-up store zijn gekomen. Die er vanavond waren. Duimpje omhoog voor jullie allemaal. Thanks daarvoor. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd,
dikke, vette peace. Knol Power!